vrienden, vandaag tijd voor duiveltjeskip. Ja, dat is een recept van mijn schoonmoeder. Ja. We beginnen met een marinade te maken. Ja, kijk gewoon mee met mij en we beginnen met een halve gesneden ui. Hup, die gaat erin. Zo, die zit erin. En dan komt er een half zakje nasi-kruiden in. Hoppatee, ook erin. Zo. En we doen een half lepeltje sambal oelek. Flats. Zo, zit erin. Want die duiveltjeskip, vrienden. Ik weet dat er liefhebbers zijn van de smoorkip. Maar deze. Oh jongens. Ha, dit is hem hoor. Let op, hè, daar gaan we. We zijn nog steeds bezig met de marinade. 4 eetlepels ketchup gaan erin. En appelazijn gaat erin. Ja. Ook 4 lepels. Ja. En tomatenpuree. Ja. Huh? Ook 4 eetlepels. Kijk, dat roer je even lekker door elkaar. Tuurlijk. En wat ik al gedaan heb van tevoren. Ja, ik word al een echte kok, jongens. Ja. Ik heb 4 ons kip in kleine reepjes gesneden. En die gaat er nu bij, hè. Komt ja. Zo. En dat hussel ik weer door elkaar. Ja, oh, dat ziet er zo lekker uit. En dan laat ik die marinade en die kip, die gaan eventjes aan elkaar wennen. En dat gaat even lekker op elkaar inwerken. En dat laat ik een half uurtje staan. En dan gaan we bakken en braden, vrienden. Ja, want kijk. Pannetje op het vuur. Olijfolie erbij. Oh jongens, het is zo lekker, die duivelskip. Ja, die schoonmoeder van mij. Ja, hé, hey, hoe vind je die? Lekker de champignons bakken. Daar begint het mee. Knoflook erbij. Tuurlijk. Champignons klaar? Ja, en dan gaan ze eerst even apart. Ja. Nu zijn de uien aan de beurt. Ah, is dat toch lekker, hè? Kokerellen, hè? Het geeft je zo'n rust en het maakt je zo blij. Dat is het gewoon, met dat gekokerel. En dit is gewoon echt niet moeilijk, hè? Want dat onthoud ik gewoon voor iedereen, ook voor jullie. Lekker makkelijk te maken dit. Ja. Uien, klaar. Die parkeren we ook even. Bom, bij de champignons. We gaan ronde 3 in. Want nu komt de marinade met de kip. Die gaan we nu in het pannetje braaien. Ja. Gaan we. We gaan naar de finale, jongens. Daar komt ie. Tada! Ja! 2 eetlepels pindakaas. En die ga je dan lekker doorheen roeren natuurlijk. Die hebben even staan wachten. Maar die gaan er nu bij. De champignons en de uien. En als afsluiter. Hé! Hey. 2 deciliter kookroom. Oh. Kijk even mee. Dit is hem. Dit is hem. Ik ga hem even testen. Ik ga hem proeven. Hey. En dat met een beetje rijst. Ha! Duiveltjeskip!